Het casino-pensioenakkoord zit de Brabantse leden van FNV Bondgenoten behoorlijk dwars. Een grote groep schoonmakers voerde vandaag actie in Den Bosch tegen het akkoord tussen minister Kamp en de leiders van de grote vakbonden. Want pensioenfondsen mogen nu meer risico nemen met het geld van de schoonmakers. De regen weerhield de schoonmakers er niet van om op de stoep van organisatie van schoonmaakbedrijven OSB te protesteren tegen het huidige pensioenakkoord. De leden van FNV hadden een gokautomaat meegenomen om aan de voorzitter van de OSB te geven. Want over één ding waren alle protesterende schoonmakers het eens: met ons geld mag je niet gokken. Ja, ze hebben iets in het akkoord gezet voor ons pensioen. En dat ze daar willen ze een wet gaan aanschaffen dat ze met ons pensioen kunnen gaan gokken. En daar zijn wij ook tegen. Want we hebben al weinig geld. En dan, als ze met ons pensioen gaan gokken, het risico dat ze verliezen, dat is nog groter. Voorzitter Hans Simons nam namens de schoonmaakbedrijven de gokautomaat aan en zei dat ook hij vindt dat het huidige akkoord de schoonmakers tekort doet. Maar hij voelt zich niet geroepen om in protest te gaan. Ja,